Hi, en welkom bij de Yin Yoga les. Ga lekker zitten op je mat. Pak even een kussentje erbij, als je het wil. Yin Yoga is een yoga die erg vertragend is. Waardoor je heel erg gaat letten op wat je voelt in je lichaam. Maakt op je lengte in het bindweefsel en de fascia, de aanhechting over de spieren. Natuurlijk ook de spieren zelf. Omdat we heel lang in die houding blijven, werkt het ook vooral in het systeem rondom je spieren. En in deze hecticiteit is het goed om even helemaal stil te worden. Tot stilte te komen. Je aandacht helemaal naar binnen te gaan. We gaan starten met even goed letten op je ademhaling. En als je zo zit, de schouders te ontspannen, ruimte richting het plafond te brengen en de rug lekker lang te maken. En in deze les gaan we de belangrijkste spieren van het hele lichaam meenemen. Vanaf de nek, schouders, de rug en de beenspieren, armspieren. We starten met de aandacht nog verder naar binnen te brengen. De rug lekker lang te maken. Dan pak je hoofd vast. Dan buig je iets naar rechts. Hand kunnen ook even op je oor leggen. Het gaat er vooral om dat die strekking aan de zijkant van je nek doet. Niet te veel pushen. Dan laat de zwaartekracht je werk doen. Blijf wat langer in de houding. Om je ogen te sluiten als je dat behoefte aan hebt. Helemaal met de aandacht naar binnen toe. Span beide schouders. Breng je nek wat op. Breng er iets van die strekking. Andere kant te bewegen. Dan beginnen met je hoofd. Misschien is dat al genoeg. Even ook iets wat druk bij ze. Met beide schouders ontspannen zijn. In je hoofd. Bouw het gelijkmatig op. Dan kom je weer eens terug in het midden. En lang en recht. Breng je hoofd naar voren. Ook even met de hand erbij. Kin richting de borst. En hou het vast. Ademhaling, en weer omlaag, ademhaling is in de buik. Ga geen pijn opzoeken. Ik gebruik regelmatig het stoplichtmodel. Het groen is als je niks voelt. Het rood is als het pijnlijk is. Pijn scheuten. En oranje is als het lekker schuurt. Dus je voelt dat je iets doet, omdat de pijn, zeg maar, de strekking is. Geen acute pijn op één plek, maar verdeeld over de spier waar je op werkt. En dan maar weer langzaam weer op weer terug. Even naar.
dan je hand in de zij. Strek je arm uit. En buig dan iets naar de kant waar je hand hebt. Je hand is in het zachte gedeelte, zeg maar, van je buik. Je licht tegendrukken. De strekking aan de lange zijde. En anders, adem door. Wissel de benen. Zet je hand weer in het zachte gedeelte en we wisselen. En schouders ontspannen en ontspannen aan. We hebben de nek gehad. We gaan naar het bovenste gedeelte van de rug en de schouders en de armen. Daar komen we rustig op onze knieën. Strekken we de rechterarm uit, de linkerarm hebt onderlangs, en die kijk je naar. Je kan eventueel je billen richting je hakken brengen, dat je zelf terecht geeft. Of zelfs iets omhoog, leg je hoofd op de mat, en kijk je aan de linkerarm naar. Strek je rechterarm zo ver mogelijk uit. Misschien kan je even het bewegen met je arm om even te voelen dat je bij hem gaat leggen. En dan door. Speel gerust wat met je armen, kijk of je iets verder kunt komen met je linkerarm of je rechterarm iets kunt strekken. En wat er gebeurt als je iets meer gaat zitten, dat kun je hangen. Die draaien meer in je rugspieren. Schuine rugspier. Schouderklop hangen. De rechterarm is weer ietsjes verder uit. Dat je kan ontspannen ook in deze spanning. Ook in deze spannende tijden. Ontspanning is enorm goed. Ontspan waar je de spanning voelt. Dan reageert je lichaam daar het beste. Maak de ruimte in je lichaam. Deze twee zitten tot de lengte. Hier en deze reageren mee. In yoga zou je ruimte maken. Ruimte maken in jezelf, ruimte maken voor jezelf. En twee keer die ene naar de andere. Ik heb nog heel rustig en langzaam uit te houden. Linkerarm uit, breng je rechterarm zo ver mogelijk naar achter. Kijk je naar, dus trek je linkerarm uit.
je ademhaling naar beneden brengen en lager brengen. 4 tellen in, 5, 6 tellen uit. Deze houding, langzaam weer te zitten op je mat. Been gestrekt. Diep in, maak jezelf lang. Adem uit, voorhoog. Lengte op je rug. Eventueel je benen vast onder benen en door spuiten. En kijk dan of je een soort van micro bewegingen in deze yin-houding kunt maken. Door diep wat in te ademen, maak je de lengte op de rug. En uitademen naar je voorhoofd. Van de spieren in je gezicht, met je ogen hangen. Schouder ontspannen. En kijk of je een glimlach op je gezicht kunt over. Positieve energie voor jezelf, tijd voor jezelf, de ruimte voor jezelf maken. En vloedjes in de beweging in de zee. Door gewoon van de aarde in de kamer, stroomtjes schoon. We hebben 2 jaar in deze houding. Wisselen tussen de houdingen, hier op een yin manier, rustig, bewust van wat je doet. Nu hebben we de rug net weer bol gemaakt. Dan gaan we naar de spier tussen de schouderbladen, waar vaak heel veel spanning zit, losmaken. Ga daarvoor op je knieën zitten met je heupen boven de knieën. En dan loop je naar voren met je handen. Richting en van de mat. En als je nu bij de kont, leg je je voorhoofd op de mat. Ik wil je kin. Of je slaap. Wat belangrijk is, is dat je hangen en ontspannen zeg maar in deze houding. Dus hou je stuitje op dezelfde plek boven de knieën. De houding heet in het Engels een melting heart. Dus je smelt je hart richting de grond. Je laat echt zakken. Je laat ontspannen vanuit de voorzijde. Dus je maakt je lengte aan de voorzijde en je borstkas. En dan je de compressie hoger in de rug hebt voelen. Tussen de schouder en de rug. Armen zijn zo gestrekt mogelijk.
kijken of je met iedere ademhaling weer kunt ontspannen. Je kunt gaan hangen in die houding. De borstkas richting de vloer brengen. Waar je de meeste spanning voelt. Ja, je moet twee ademhalingen erin houden. Buiten liggen. Crocodile pose. Leg je de grote tenen tegen elkaar aan, de armen langs het lichaam. Kijk je naar links. Ontspan in de schouders. En door. Van de spieren van je gezicht. Kom er heel lang aan. Sphinx pose. Ik denk dat je je naar boven onder je schouders zet. Dat je tegen elkaar aan hebt. En de compressie op het onderste gedeelte van je rug gaat voelen. Intentie is om je borstkas te openen, schouders iets opzij te brengen. Wil je dezelfde die compressie in je onderrug gaat voelen. Adem door. Ontspannen ook daar waar je moet ontspannen. Spieren van je gezicht. Kaakspieren. Tong is ontspannen in de mond. Voorhoofd. Spieren rond je ogen gaan ontspannen. Is wat het is. We hebben niks te doen. Ademen. Voelen. Nieuwsgierig kijken naar wat je ervaart in je lichaam. Iets waar je de borstkas kunt openen. Je hoofd naar rechts, tenen tegen elkaar aan, ontspan.
rechterbeen omhoog. Zet je rechter enkel op je bovenbeen. En sta bij een driehoek. Dan ga je doorheen met je rechter arm naar de linkerknie. De linkerknie vast met de linkerarm. En dan leg je je hoofd weer neer. Breng je keer iets naar de borst, zodat je ook een strekking voelt in de nek. Dan gaan we naar de benen toe brengen. Strekking van de beeldspieren en de steens. Ga met je armen een soort van hangen aan die knie. Door vanzelf meer de lengte gaan voelen. Zal die strekking gaan voelen in de middelspieren en hamstrings. Met je linker onderbeen en voet ook ontspannen hangen. Span je schouders en laat de zwaartekracht te krijgen. En eventueel als het te klein voelt, als je in de groene zone zit, neem ietsjes wat trekkracht naar de knie. Breng hem uit je armen. Ontspan, breng de meeste spanning uit. Ik ben weer een beetje spelen, iets van bewegen in deze inhouding. Dus je benen naar je voeten brengen, kijk wat er gebeurt. En blijf ontspannen, niet forceren. Dat is jammer, dat ze willen bereiken. Dus wij vanuit de stilte voelen wat er gebeurt, wat door de vouwen in de lichaam worden. Iets meer strekking aanbrengen. En dan nog een keer die goede inhoud. En dan denk je terug. En dan wist je. Enkel op de rechterbovenbeen en de benen naar je toe. Rijk dus door. Pak je knie vast als het te ver is. Natuurlijk ook het onderbeen vastpakken of het bovenbeen bedoel ik. De binnenzijde van de knie, hamstring. Handen scheiden. De handen in een buthouding zeg maar, om de knie zetten. Hangen aan je been. En dan langzaam naar je toe. Kijk ook of je weer een glimlach op je gezicht kunt houden. Is voor niks. Positieve energie voor jezelf. Tijd voor jezelf. Ruimte voor jezelf. Connectie maken met je spirit. Met je geest. In balans brengen. In je lichaam. Op de aarde met te zijn met wat er is. In verbinding te stellen met. Of wat je nu voelt en ervaart in jouw lichaam. En
je benen terug. Met je rechterbeen even staan. Strek het linkerbeen uit. Je leg het na. En dan je linkerhand op je rechterknie aan de buitenzijde. Arm strek uit naar rechts. Die kijk je naar. En je linkerbeen, je rechterbeen. En je links van je naar de grond. Je linkerbeen hou je gestrekt. Losmaken van de linkerknie. Ga dan met je handen in je schouder, laat je armen ontspannen, de waar laat je hangen. Kijk naar je rechter hand. Doe die strekking in de nek toe. Wordt als het gaat tegelen en de winst terug in de houding. Als het te steken en pijn wordt, doe het dan. Dan ben ik helemaal terug. Nu klinkt wat spanning in je onderrug, kan dat zeker. Maar geen steken en pijn. Strekking, je kijkt op deze door. Vind even zo het langzaam, werkt langzaam. En je wordt het lang in deze arm. Weer diep in en uit. En dan gaan we terug. Voel even na, zet wat slaap. En met spanningshouding, voet de ballen naar buiten, hand palmen naar boven. Voel aan welke kant van het lichaam je de meeste ervaart, de meeste hebt gewerkt. Ik geloof goed dat het voor jou op dit moment. Kun je loslaten, in de spanning laten gaan uit je lichaam, dat nu je het moment komt. De spanning helemaal los. De ruimte voor de nieuws, de ruimte voor jezelf. Nieuwe, frisse energie. Je linkerbeen omhoog. Je doet die weer vast nu met je rechterhand. Breng je eerst zoveel mogelijk nu recht in de kom. En je kijkt naar je linkerarm, strek uit. Met je hand. Daar is de overbeen. En dan gaan we vasthouden door.
kan zijn dat je die deze kant ergens anders ervaren is. Ik ben de eerste van het voelen. Ik kijk ook of je daar naartoe kunt ademen, dat je daar in het bos staat voor het onderschallen. Dus je naar binnen sturen naar jezelf, om de connectie met de sfeer te geven, te lichaam. En helemaal ontspannen, ook al voel je je ontspannen. Helemaal aanwezig zijn met wat er is. Dit moment. Maar we moeten weer dieper in en uit. En dan gaan we langzaam terug. En dan het schoon. Op de rug. We blijven na. Dat je lichaam voor je nu meest. Heel rustig overheen. De laatste strekkingen. Met je benen naar de zijkanten. Vind het wel fijn om iets achter de mat te gaan zitten, zodat je akker de mat zijn. Dus je lang met het inademen. Lang naar voorover. Het geeft niet als je handen niet zo ver komen. Plaats ze anders op je knieën. Voorover. Plaats ze steeds ietsjes verder. Eens terug. En anders kijk je of je steeds iets verder kunt komen. En in, maak je er druk. En uit, maak je iets verder.
voorzijde van het linkerbeen. Je rechterbeen voor op de mat. En beide handen naar binnenzijde en langs. Maak je lengte eigenlijk vanuit de rug. Kijk of je dan een soort van kunt inzakken in je heup. De strekking in je linkerlies. Misschien ook wel rechts in je heupgebied. Voetjes ontspannen. Er zijn een aantal varianten die je kan kiezen. Je kan hoog blijven, dan ook nog met je rechterhand met je rechterknie aan duwen. Je kan ook kiezen om het lager te gaan als het lukt. De elleboog te komen. Zou je eventueel een kussentje onder kunnen leggen. Je kunt ook hier wel met de nekspieren van ontspannen. En ik wil het wat voor je laten doen. Wisselen van kant. Die keer voet die naar door. De knie is op de grond. Beide handen aan de binnenzijde. Staat die eerst hoog. De rug recht. Licht gelijk verdeeld. Beide handen aan voet. Kijk ook hier weer of je een soort van een zakken in het vliesgebied, in de heup, het rechtergebied. Je kan de voet ook vlak op de grond leggen, op de tenen. Ook hier kun je weer even kiezen om je elleboog of je hand tegen de knie aan te zetten. Je gaat met het lager of de elleboog. Voel weer je ademhaling, het ruisen van de zee. Over die steeds weer niet op het stroom, op het stroom. Hoe schoon is het geluk? Iedere keer is juist bij mij de cellen. En dan nog een keer die in en uit, dat je nog iets dieper kunt komen.
en op je knie blijven zitten. En je tenen maak je strekken. En de laatste houding in de kuit. En niet zo'n inhouding. Het is actiever, zoals je voelt. Komen te zitten. Je tenen. Even de zijkant laten. Plaats alle tenen op de mat. Dan wordt de rug goed recht. En hij wil spanning voelen dan op die tenen. Dat vind ik altijd in de schoenen. Als je naar achter gaat, dan vergroot je die spanning. Als je naar voren gaat, dan wordt het dus minder. Kijk even wat voor jou werkt. En als je zo zit, dan je even navoelen hoe je nu voelt in je lichaam. Het is met de schouders. Het is met je nek, met je rug. We hebben in deze yoga les de nek meegenomen, de schouders, achterzijde van de rug, heelspieren, beenspieren, de twist, de rug gedraaid, en ook de beenspieren, voor- en achterzijde meegenomen. Voel hoe dat is. En misschien een paar maal de druk op je tenen. En even vast. 3, 2, 1. En je handen klaarmaken voor de eindontspanning. Lekker liggen op de mat. Doe even heel iets warms aan. Breng je voetpalmen naar boven. Met je voeten naar buiten. Als je ook gaan zitten, dan zo graag mogelijk zitten. En als je zo ligt, breng dan de aandacht naar je rechterbeen en je linkerarm. Til die allebei een stukje omhoog. Rechterbeen, linkerarm. Omhoog, hou vast. Hou nog even vast. Hou vast. En laat los. Spanning op de rechterbeen, de linkerarm beweging. Doe dan op je linkerbeen je rechterarm omhoog. Hou even vast. De been, rechterarm. Hou vast. En even vast. En laat dan los. Ontspan. De been, rechterarm. Doe
dan je hoofd een stukje vanaf de mat. Spannen de spieren in het gezicht aan. Hou even vast. Hou vast. En dan langzaam los, leg je rustig je hoofd weer op de mat. Span de spieren aan je rug. Draag je ademhaling weer. Met je hele lichaam ontspannen en rust op de mat. Aandacht naar de ademhaling. Diep in de buik. Hier kijk naar de in. En 5, 6 tellen uit als dat lukt. Uitademen, wacht dan, zodat je diep van binnen voelt dat de volgende ademhaling zich aandient. Een soort magisch moment, een subtiel signaal van je lichaam dat het weer zuurstof nodig heeft. Dat je weer wil ademen. Dat je weer verder wil. En dat je ja zegt tegen het leven. Kom maar op. In, zuurstof in, adem uit en ontspannen. Wacht. Zodat je voelt dat de volgende ademhaling vanzelf weer klaar staat. En als de golven van de zee, automatisch vanzelf. Geef jezelf over aan de zwaartekracht, helemaal, een beetje gedragen door de ademhaling. Even moet helemaal niks. Laat los, omarm het loslaten, omarm dit moment van ontspanning dat je jezelf gunt. Connectie of verbinding. Plaats een positieve gedachte en affirmatie in je hart, contact met je hart. Een voornemen, iets wat je mee wil nemen de dag in, de nacht, deze week. Voor jouzelf, jouw positieve gedachte. Dan rustig aan je vingers, je tenen, je enkels, polsen, wijzen wat. Trek jezelf uit als je het prettig vindt. Je kan natuurlijk ook nog even blijven in die ontspanning, anders neem je die weer mee en terug.
staan. Ja meneer, dat zit je wel even. Wil je knieën even vastpakken in je rug? Voilà. En dan langzaam, ja meneer, jouw tempo. Even wat zit. Laten we de handen voor de borst. Met de aandacht nog naar binnen te gaan. De vingers te voelen, de handen tegen elkaar aan de rug legt. Ademhaling in de buik. Kloppen van ons hart. Affirmatie in ons hart. De positieve gedachten. Kantje richting blad op. Dank ik jullie. Dank ook jezelf voor de aandacht en concentratie in de tijd. Namaste.